Ja, Ellen van Dijk, welkom in Lekkerkerk. Ja, ik denk dat je jezelf niet hoeft voor te stellen, want heel wielrenminnend Nederland, ja, die is trots op jouw prestatie. Gefeliciteerd ermee. Dankjewel, het is heel erg leuk dat zoveel mensen zo enthousiast reageren inderdaad. Ja, want ik denk dat jij heel veel over je heen krijgt, ook wel op een positieve manier. Ja, zeker. Ja, net wat ik zei, ik krijg zoveel enthousiaste reacties. En het is voor mijzelf een heel lang en heel groot project geweest. En nu opeens weet iedereen ervan af eigenlijk. En is het gelukt. En dat is wel een fantastisch gevoel. Ja, en dan nu gewoon weer wedstrijd rijden. De omloop van Lekkerkerk. Heb je vaker meegedaan? Ja, volgens mij heel lang geleden. Maar toen was ik nog junior dame. Dus dat is echt al heel lang geleden inmiddels. Maar ik vind het heel leuk om hier te rijden. Want het zit gewoon op mijn vaste trainingsrondjes eigenlijk. Ik ben net op de fiets gekomen uit Woerden, maar 40 kilometer. Dat was wel even nodig om de benen een beetje los te trappen na dat uur afzien, moet ik zeggen. Maar het is voor mij heel leuk om hier te kunnen rijden. Ja, want dit is wat langer. Maar inderdaad, het is goed dat je erover hebt. Wat doet zoiets met je lichaam, zo'n dure koor? Ja, dat doet natuurlijk heel veel met je. Dus ik moet zeggen, ik ben van mijn fiets afgekomen na dat uur fietsen. En daarna had ik hem niet meer aangeraakt. Alleen naar huis gegaan. En was het even tijd voor wat anders. Maar dus vanochtend voor het eerst weer de fiets gestapt. Ik voelde nog niet zo lekker, moet ik zeggen. Dus ik ben benieuwd hoe het straks hier gaat. Maar okay. Ik ga in ieder geval plezier maken. Ja, eerst inkomen met een tijdrit. Precies, ja. Dus even iets korter, één rondje. Dus kijken of ik net zo hard kan. Wat verwacht je van de wedstrijd? Ik denk dat het wel een hele zware wedstrijd is, omdat er veel goede meiden aan de start staan. Dus ik denk zeker dat hoe het met mijn fysieke gesteldheid nu, dat het flink afzien wordt. Maar ik heb er zin in. Mijn ploeggenootje Lucinda is er ook, wat heel erg leuk is. Dus we gaan gewoon plezier maken. Je hebt niet echt een strijdplan of zo? Nee, dat niet. Nee. Ik ga wel even kijken hoe het loopt. Ja. Oké. Nou, ik wens je heel veel succes. Leuk dat je meedoet, Ellen. Dankjewel. Nina Buisman als voorlaatste. Ik heb met mijn neus op het telefoontje gezeten, steeds in het groen, steeds in het groen. En één stel ik weer harder. En daarom ook, dames en heren, geef de dames hier de deelnemers een formidabel applaus. Dat verdienen ze. Race om de snelste tijd over die 1800 meter. Onder uw applaus, niet de honger, dus verdokken. 5, 4, 3, 2, 1, 2. Nadia Jongerius onder uw pak. Puntbonen op in 2015. Nina Gester, een bijzondere dame van Kollenbakken thuis, weg op de baan en in het zand. Een jonge dame uit Engeland vandaag, niet rijden, de volgende maar vandaag hier in Lekkerkerk. Kan je niet praten, voor je toekomst zoals hier in de stad. Ik heb een trainer en pas op. Per bocht, daar zien we de motor de bocht opkomen. Daarachter moet dan Nina Buisman komen. Gaat zij meedoen voor de prijzen? Alles er nog een keertje uit in 1800 meter door Lekkerkerk. De vlag gaat omhoog, daar komt de motor. En daarachter moet dan de wereldkampioen tijdrijder aankomen. Daar moet Ellen van Dijk komen. Ze gaat nog een keer op de pedalen. Pest er nog één keer alles uit. Hier op de streep, daar is ze te doen. Gaat ze de tijd van 2:31.70 kloppen? Dat is de vraag. We gaan beginnen met de dame op plaats 3, dames en heren. De dame hier van Wielerclub De Waardrenner, of van Jumbo-Visma, sorry, neem me niet kwalijk. Mag ik een heel fijn applaus voor Carlijn Swinkels. Felicitaties zijn er van mevrouw Broeren. Een mooi pakket namens de gemeente wordt er aangeboden. Ja, dat is heel goed, nummer 3. Dan gaan we wel naar de dame van de Waardrenner. De dame die vandaag op 200ste verliest in deze tijdrit. Dames en heren, mag ik een fijn applaus voor Judith Krabbenborg. En dan, ze kwam, ze zag en overwon. De winnaar van de tijdrit in Lekkerkerk. Dames en heren, hier is onze wereldkampioen. Hier
goedemiddag. Kirsten Wild, we hebben altijd geklapt en gejoeld voor je, maar nu moet je het voor anderen doen. Hoe voelt dat vandaag? Ja, dat is wel leuk hoor. Het is wel een keer leuk om aan de andere kant te staan. Ja. Ik klap graag voor iedereen. Ja. Want zo'n wielerhard, dat blijft kloppen toch? Of dat het nou op de fiets is of langs de lijn? Ja, het is heel mooi om te zien dat al die meiden zo bevlogen zijn. En ja, ik heb dat jarenlang gevoeld, die spanning. En het is heel fijn om een andere spanning te voelen. Ja, ja, ja. Ja. Wat doe je eigenlijk nu? Doe je nog iets met wielrennen? Ja, ik fiets zelf nog wel eens. En ik ben vandaag hier als coach van de MTD, van de meiden. Oh, leuk. En ja, ze proberen een beetje mijn kennis over te brengen en ja, toch een beetje voor te laten leven. Okay. Hoe gaat coachen in wielrennen? Ja, we maken van tevoren een klein plannetje. Ik bespreek met die meiden wat hun doel is. En in de afloop komen we daar natuurlijk weer op terug. En ja, zo hoop ik samen stapjes te zetten. Dat is heel leuk. Okay. Wie zijn de dames die vandaag rijden die jij coacht? Judith rijdt vandaag. Mercedes rijdt hier vandaag. Deborah. Even kijken hoor. En Lisa rijdt hier vandaag. Ja, ja, dus zo vier meiden inderdaad. Wat is jouw plezier in dit coachen nu? Ik vind het heel leuk om te zien dat anderen ook diezelfde passie voor het wielrennen hebben die ik zelf eigenlijk heb. En dat ze naar me luisteren en dat ze ook meenemen en daarin stappen zetten. Dat is heel leuk om te zien. En nu de wielerronde hier in Lekkerkerk. Nou, je hebt hier zelf ook gereden, zelf ook een geschiedenis. Wat is er zo fijn aan de wielerronde Lekkerkerk? Nou, de sfeer, de gezelligheid. Het is een van de leukere criteria om te rijden. Ja, je ziet het hoeveel mensen hier langs de kant staan. En dat maakt het heel leuk om hier te rijden. Ja. Nou, ik wens je heel veel plezier en succes met jouw MCB dames die vandaag rijden. Dankjewel. Yes, jullie ook. Fijne dag. Maar op de weg kan ze ook een lekker stukje fietsen. Parijs-Roubaix. Nog niet zo lang geleden was ze derde, dames en heren. Dit is Lucinda. Lucinda, hoe is het? Ja, goed. Eigenlijk wel, ja. Ik heb ook mijn Roubaix-helm opgezet. Je Roubaix, maar je hebt hem wel schoongemaakt, of niet? Ja, ik heb het stof weer afgeveegd, maar ik zag wel aan de binnenkant nog een beetje stof zitten eigenlijk. Maar ik heb ook een beetje stiekem met een speciale reden gedaan. Want ik heb vanmorgen mijn eigen festival gelanceerd, wat we van de zomer gaan doen. En dit is een van de items die we gaan veilen voor het goede doel. Maar dan zeg je even snel, ik heb een festival gelanceerd, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Ja, we gaan eigenlijk gewoon de hele dag alleen maar gezelligheid houden. Op Parcours van de Mol. En heel veel fietsactiviteiten, maar ook leuke dingen die niet met fietsen te maken hebben. Maar stel nou dat ik daar ook aan mee zou willen doen. Moet ik me dan nog inschrijven? Of kan ik gewoon komen? Hoe gaat dat? Nou, je kan sowieso gewoon komen. Maar we hebben natuurlijk heel veel dingen georganiseerd waarmee we geld willen ophalen voor het goede doel, de Hersenstichting. Ik zou gewoon even een kijkje op mijn website nemen, lucindabrand.nl, daar staat alles. En de Dutch Renners Club de Mol, dames en heren, dat is aan de andere kant van het water, dat is in de Merwelanden, dat is aan de Vogelaarsweg, hè? Dat klopt helemaal, ja. Ik heb daar ook mijn roots liggen. Even terug naar Lekkerkerk, Lucinda. Je hebt hier ooit gewonnen. Ja, dat is echt al wel weer een tijd geleden. In de tijd dat ik nog best veel criteria schreef. Maar ik kom hier graag. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Lekkerkerk is wel een van de criteriums, denk ik, in Nederland als het gaat om dameswielrennen. Absoluut. En ik ben ook heel blij dat ze het toch weer voor elkaar hebben gekregen na de 2 jaar niet mogen organiseren. Om hier net zo gezellig als voor die tijd een criterium te hebben staan. Dan zeg je, ik rijd niet zoveel criteriums. Dat wil toch niet zeggen dat we vandaag niet serieus mee gaan doen? Nee, ik kom hier natuurlijk wel gewoon om er alles uit te halen. Maar ik weet ook stiekem wel dat het pijn gaat doen. Ik ben die intervals niet zo gewend meer. Oké, we gaan het zo gewoon zien. Dames en heren, mag ik een heel fijn applaus voor Lucinda Brand. Voor nogmaals 40 jaar verbonden aan het wielercomité Lekkerkerk. Applaus voor Bram Hofman nogmaals. Dat verdient hij met zijn Thea. Bram. Samen gaan beginnen en dat het pasje dan gaat. 59 dames op de startlijst. En dat is zeker voor dames hier in een heel simpel boerenvloedje. Toch wel heel veel. Hier worden ze weggeschoten. En gaan we nu beginnen aan die wedstrijd. En gaan we dat voor u volgen. Dus alleen elkaar op de top. We zijn er weer bij de dames. Ah, kijk, er is iets aan.
Paris-Roubaix gaat de eerste premie op haar konto schrijven. Ja, ze nu stil naar brand. Hopla, daar krijgen we Castelli die zich van voren gaat melden met Nina Buisman die daar premies gaat pakken. 8 premies. Met Indy Ross, met Daniela Quint, de Leo. Hij wilde wat zeggen. 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 Richting het spandoek van de Rabobank. Eerste punt de leidersprijs. Dat is wat we hier vergeten. En de dames hebben er zin in. De Serenity Bos, de dame uit het Schravenmeer, de dame uit de Hoekse Waard. De Knippende Waard en de Alblasser Waard. Het duidelijk werkbedrijf Jan Smit WG. Bij de Middelbocht. En het paard van de Middelbocht, daar komen ze aan. En het antwoord is de Middelbocht in de tijd. BHG van Herklas. Dat dit groep. Dat is de laatste van het vlak. 8 in de ronding. Dat zijn de dames van de U ziet nog een hier met de Lunos met de Dienerkamer van de Amsterdam. En de andere is stil. Die zou dit kant dus achter in de plek krijgen. Laatste op, laatste op. We gaan ze binnenhalen, we gaan de nekken rekken, we gaan meekijken. Een glorieuze winnares vandaag hier, 2022. Daar kan het op gaan zitten, kan haar tricot als Europees kampioen meer aan doen hier. Ellen van Dijk, Ellen van Dijk, formidabel. Deborah Veerman, ook die halen we binnen, formidabel. De laatste toer, hier krijgen we Nina Kester. Nina Kester als derde. Nina Kester. Trapjes aan die kant. En Deborah Veerman. Even. Gaan we even afstand nemen. Deborah Veerman, Deborah. Kom eens op, meisje. Je moet, dat podium moet je koesteren. Daar moet je gewoon van genieten. Daar moet je intens beleven. Dan moet je je ogen dicht doen en denken, ja, hoeveel keer sta ik per jaar op het podium? Ik wil er elke week op gaan staan. Want die jonge dame die naast je staat, die staat er regelmatig op. Nou, de ronde missen. Ga je gang maar. We gaan beginnen met de derde aankomende. We gaan beginnen met de derde aankomende Nina Kester. Heel bijzondere sportvrouw. Op de weg, op de baan en in het zand. Altijd de grote kampioen. En dan uit de Waard, uit de Krimpende Waard, uit Stolwijk. Een mooi dorp midden in de polder hier van de Waard. Gaan we een fijn applaus geven aan niemand minder dan Deborah Veerman. Gewend om in het zonlicht in de spotlight te staan. Een dame die gewend is bij de huldiging present te zijn. Europees kampioenen, wereldkampioenen, vele malen. Grote kampioenen met tijdritfiets. En op de weg kan ze een houtje hard fietsen. Heeft u allemaal kunnen aanschouwen. We gaan fijn applaus geven. Bedroemen van de Graaf voor Ellen van Dijk. Bij elkaar gaan staan op het hoogste. Met twee charmante rondelissen. Nogmaals, dames en heren, sportvrienden en bijzondere vriendinnen. Allemaal de handen in de lucht voor niemand minder dan Ellen van Dijk, Deborah Veerman en Nina Kester.